komen via een vrije schop uit de middencirkel genomen door Rinus Israël. Dat kan gevaarlijk worden. En komt daar een Hens. Hens. En de bal ligt in het doel. De bal ligt toch in het doel. Hij ligt in het doel. Feyenoord heeft gewonnen. Feyenoord staat voor hem met 2-1. Uwe Tienval heeft het dan toch gedaan. Nadat scheidsrechter Lobello schitterend de voordeelregel toepast is. Bij een handbal. Zo is Kenny in de staat dat hij van ballen hoog en laag. Want hij is keeper. Hij doet alles even mooi. Breek de midden voor, eens een keertje door. Eddie duikt dan als een snoek bovenop zijn schoen. Denk niet dat hij kniest, als hij soms verliest. Spanning moet er wezen bij een lang seizoen. Zo is Eddie Pietersnaam, want hij van ballen hoog en laag. Want hij is keeper, hij doet alles even mooi, mooi. En goed geassisteerd, zo vangt hij in zijn doel elke aanval op. Het eind van het seizoen, Feyenoord kampioen. En het hele stadion staat weer op zijn kop. Zo is Eddie Pietersgraaf, want hij vangt ballen hoog en laat. Want hij is keeper, hij doet alles even mooi. Daar zit de een van de tijden. Dus is aanvoerder Halve Nap. Dan altijd daar bij Mignan. Mignan, helemaal op deze. Plaatst die bal in de stadsgroep. Gebied de Van Daan. Die had uit voor een schot. En het is een doelpunt. Het is een doelpunt. Het is 1-0 voor Feyenoord. Na 20 minuten en wel geteld 18 seconden voetbal. In de tweede helft staat Feyenoord. Dankzij invaller Joop van Dalen voor met 1-0. En terwijl de chaos hier onbeschrijfelijk is. Terwijl de strak gespannen zenuwen van de Feyenoord supporters dan nu eindelijk ze kunnen ontpoppen, nu eindelijk kunnen worden losgeknopt. Wat voor woorden moet je daarvoor eigenlijk gebruiken?